Ben je er klaar voor? Weet ik niet. Ja of nee? Ja. Bent u Lars Bos, geboren 3 oktober 95, te Deventer? Ja. Kunt u in Deventer echt nog uw fiets open langs de weg laten staan? Ja. Heeft u wel eens uw telefoon gebruikt op de fiets? Ja. Bent u wel eens bij Maan blijven slapen? Ja. Zijn uw teksten nu wat softer dan een paar jaar geleden? Ja. Maar commercieel wel beter, toch? Ja. U kocht vorig jaar een huis, maar dacht nog niet aan samenwonen. Bent u al van mening veranderd? Ja. Kookt u meer dan 2 keer in de week voor uzelf? Nee. Noemen ze u in de slaapkamer ook wel eens sneller? Mijn ex wel. Oh, nee, ja. Gaat u ooit nog terug naar Amsterdam verhuizen? Nee. Wel eng, hè, de grote stad? Ja. Zou u uw vrienden in willen ruilen voor buitenlands succes? Nee. En als het maar 1 vriend hoeft te zijn? Meteen. Is het Songfestival misschien ooit iets voor u? Nee. Gelooft u in leven na de dood? Nee. Wilt u nog ergens op terugkomen? Nee. Nee. 1 vraag. Stel, er is wel leven na de dood. Je mag daar met iemand optreden. 1 liedje zingen. Met wie? Dan zou ik op dit moment met John Mayer samen op het podium gaan staan. Ja. Maar die leeft nog, hè? Oh. Als je in de hemel komt en... tegen die tijd misschien ook niet meer. Ik ben nog niet van plan om dood te gaan. Zo is het. Toch? Hou dat nog even vol, alsjeblieft. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.